Het ene tafel overgeslagen. Oh, laat hem lekker staan. Is goed. Goed zo. Ja, of ik moet de rest staan, dan mag ik toch achter u leggen. Maar goed, betreft deze zaal gaan we terug 800 jaar de geschiedenis, terug naar de tijd van de graven van Holland. En de buitenresidentie van hen, dat bevond zich hier dus aan de achterzijde, het oude jachtslot. En later dus middels twee corridors daar vastgezet, de ridderzaal. Nou, en destijds was ook een van de belangrijkste taken van die graven van Holland het spreken van het recht. En dat recht was vaak vanaf dezelfde plek waar die op de tronen staan. Daar stonden een aantal luxe stoelen op een rij en op de middelste stoel daar zat de graaf. En daar werd altijd gezegd tegen degene die voorgeleid werd, Johan van Oldenbarneveld, die werd voorgeleid via de rechterdeurtjes en dan moest hij in het centrale gedeelte van de ridderzaal gaan zitten. En dan zei men altijd, als u de waarheid niet spreekt, dan wordt dat gehoord en dan wordt dat doorgegeven aan het hiernamaals. En dat werd dan gehoord door al die luistervinkjes die we hier zien aan de uiteinden van de gebinten. We zien al van die kleine gezichtjes, sommigen hebben hele grote oren, sommigen hebben een hele grote mond. Dit was het Binnenhof. Ik hoop dat u er iets van op heeft gestoken. En wat een paar mensen ook al zeiden, normaal kom je hier eigenlijk niet zo gauw om dit te gaan bezoeken. Links in helemaal achterin, dat hoekgebouw is van de Raad van State. Van het museum van de Kralingse Plassen. Dus hebben u allemaal koffie en thee gehad van Coraline? Geven wij hier workshops en demonstraties. Nou, u krijgt straks een demonstratie. Dan maak je ook al meer chocola achter. En dan wegen ze straks wel 1200, 1300 gram als ze klaar is. Kijk eens. Recht op. En dan moeten ze wel even kabel leiden. Mevrouw, ik heb voor u 80%. Ja. Gewoon mevrouw, wel wat gewend hè. 60%. Vertel haar. Ik heb nee, op dit moment niet. Kijk uit, hoe mevrouw. Eerst goed ruiken, goed gedaan. Goed. En wat ruikt het dan? Heerlijk. Heerlijk. Nou, dat moet ik erin zeggen. Ja, nee, niet in één keer. Het is geen hoezootje. Nippen, hè? Nippen. Nippen. De rest moet je lekker op je plekje, hè? Goed zo. Lekker door je mond te gaan. Ja. Oh, dan lukt het niet. Ja, tuurlijk. Het is een linkshandige vork. Ja, dag. Ik kan hier de maling nemen, dat lukt niet. Nou, let op, dan ga ik even de boel omgooien. Heel goed, zo een beetje tikken. En dan heel rustig afschrapen. En dan mag hij hier naartoe, kijk dan hier uit de vinger, dan kunnen ze het goed zien. Kijk eens. Ja, en keurig op midden op de vork. Nou, geweldig, wat een talent hebben we vandaag hier in huis. Kijk eens, mag hij er mooi onder. Doe je best. En dan moet u even wachten, neer. Kijk, die hand hè, doe je even zo. Doe je zo. Ja? Ja? En dan doet hij hem zo over je hand. Dan mag hij in één keer in je mond. Zeker weten. Die afgelopen zijn mond hoor. Echt. Helemaal goed meneer. Toppie, toppie. Hij is zo schoon hè? Ja. Zo schoon moet hij van de binnenkant worden. Ja. Zonder dat je water gebruikt. Dat lukt wel hè? Die mannen die doen wel mee hoor. Let maar op. Dat is dan puur hè? Zo. Lekker wel minder af te wassen straks. He? Nou, moet ik kijken op hoeveel rijtjes. 70%. Oh, hier. Ja, toch? Nee, nou moet hij op. Meneer Rina. Het is geen ambulance meer nou. Meneer Rina. Zien we dat ze wel wil. Hij is zo lekker, hè? Oh. Dat zijn we nooit in de Ah, heerlijk. Ik zal hem bewaren. Mmm.
is wel lekker hoor. En ik heb een sigaar. Mag ik roken? Waar was je pas geweest?